Dus nu droge tijd. En de verwachting is dat de droge tijd harder gaat toeslaan. En zeker tot en met ver in oktober. En we merken op diverse gebieden de effecten, de nare gevolgen daarvan. De boeren in het land, die hebben ermee te maken. Maar waar ik aandacht voor wil vragen, is drinkwater. Het meest basale. Vele delen, bijvoorbeeld Tutlivo rechts, Vredenburg, delen van Wanica. Vele delen van Paramaribo, Quatta en omstreken. Resorten, voornamelijk de zuidelijke resorten. Daar komt heel weinig, wat ze in Suriname zeggen, pestraaltje. Enkele uren in de nachtelijke uren. Maar geen drinkwater, voorzitter. De mensen moeten heel duur betalen. Particulieren komen langs met trucks. En dat kunnen we niet hebben. We vragen wat het probleem is, voorzitter. Het is niet de eerste keer dat we een droge tijd hebben. We weten de klimatologische veranderingen dat dit hard zal toeslaan. We vragen vandaag nog welke oplossingsmodellen de regering heeft. We kunnen bijvoorbeeld wat trucks inzetten, tijdelijk. Maar er moeten structurele oplossingen komen. Laten we niet vooruitlopen. In ieder geval verkondig ik, en ik denk namens iedereen hier, de alarmerende situatie wat betreft drinkwater voor vele delen van Paramaribo en Wanica. Ik heb het niet over andere gebieden, maar dat de regering daar snel moet inkomen, voorzitter. Dit kunnen we niet lang volhouden. Welke oplossingsmodellen? Ik had het over trucks met water voor de korte termijn. Hoe gaat de regering op korte termijn hier aan de mensen willen dat er tegemoet gekomen wordt, voorzitter?